In Winsen, vlakbij Nijmegen, wordt in het project Geertjesgolf een grote zandwinningsinstallatie gebouwd. Gedurende een periode van 20 jaar wordt in dit gebied betonmetselzand, ophoogzand en grind gewonnen voor de bouwgrondstoffenvoorziening. Als onderdeel van dit project realiseert NM Heilig uit Heerhugowaard twee enorme zanddepotbanden. Wij zijn door opdrachtgever benaderd met de probleemstelling: ik wil eigenlijk zoveel ton materiaal opslaan. Ik sta er nog helemaal blank in. Hebben jullie een idee hoe ik dat het beste kan doen? Wij zijn daar het 3D-ontwerpen gaan ontwikkelen. En zijn uiteindelijk op een installatie uitgekomen van 235 meter lang en 16,5 meter hoog. Waarin we dit hele proces van de klant volautomatisch eigenlijk kunnen opslaan. Het familiebedrijf NM Heilig is een bekende grote speler op de markt van werktuigbouwkundige installaties. En heeft een bewezen staat van dienst als het gaat om dit soort grootschalige projecten. In 1978 is mijn vader samen met mijn moeder begonnen met één lasapparaat en de klepel van de kerktoren. En onderhand hebben wij in de verschillende Europese landen bedrijven zitten met een totaal van 350 mensen. Kijk, ik zeg altijd, we maken alles wat men denkt dat nog niet kan, dat maken wij. Wij innoveren heel veel op het gebied van bulk handling, recyclingtechnologie, warmtewisselingtechnologie. Dat is heilig. NM Heilig is graag betrokken van het eerste idee tot en met installatie en nazorg. Het projectmanagement is een hele klus. Zeker als je je bedenkt dat geen project hetzelfde is. Alles is maatwerk. Het gaat altijd om klantspecifieke oplossingen. Dus een klant, meestal bij ons altijd op zoek naar iets wat een concurrent niet kan leveren. Wat klantspecifiek is, waar al hun wensen in verweven zitten. Het proces van engineeren start bij ons zoals altijd bij een basic design, waarin de hoofdmaatvoering van de installatie bepaald wordt. En uiteindelijk resulteert dat engineeringsproces in een gedetailleerd ontwerp wat productiegereed is. Dus waar we zelf ook de productietekeningen van maken, de werkplaatstekeningen voor zowel onszelf als de toeleveranciers, om alle onderdelen te kunnen fabriceren. Daarnaast maken we ook zelf assemblagetekeningen voor de monteurs om delen te kunnen samenstellen. Kunnen afmonteren. De installatie is grotendeels voorgeassembleerd in de werkplaats in Heerhugowaard en wordt in delen over de weg naar Winsen vervoerd. Achter mij staan de twee trippers behorend bij het project. Die worden op dit moment geladen en dan gaan ze vannacht op transport. Van de breedte en de hoogte moeten ze voor 6 uur morgenochtend van de weg af zijn. Het is 3 uur 's nachts en het bijzondere transport vertrekt vanuit Heerhugowaard naar Winsen. De tripperwagens zijn eigenlijk twee verrijdbare verdeelstations die uiteindelijk van bovenop de installatie het zand en grind op de juiste manier verdelen. Ze kunnen 1500 ton materiaal per uur transporteren. Net zoveel als 20 volle vrachtauto's. Het zand belandt op grote hopen, waarna het van onderaf via een lopende band verder wordt vervoerd naar schepen die klaar liggen in de Waal. Er komt dus bij de zandwinning uiteindelijk geen vrachtauto meer aan te pas. Het project is in april 2020 opgestart en nu de tripperwagens zijn aangekomen op de bouwplaats, nadert het zijn voltooiing. Tom Geven leidt het hijsen van de enorme last naar 14 meter hoogte. Nou, waar we vandaag op letten, dat is dat we veilig en secuur werken. Het is een grote last, het moet er goed in hangen, dat je makkelijk plaatst en dat je niks voor de rest sloopt met het hijsen. Dus het moet allemaal mooi rustig aangaan. Eén kant van de wielstellen die heeft een U-profiel erin als het ware, dus dan valt hij over de rails heen. En zodra één kant erop staat, dan doen we hem eerst borgen aan de rails, zodat hij niet eraf kan rijden als het ware. En dan laten we de andere kant ook zachtjes zakken en die doen we ook borgen. En dan staat hij in principe veilig dat hij er niet meer af kan rijden.
Ja, dat is natuurlijk altijd een prachtig gezicht. Dat je installatie waar je zoals nu meer dan een half jaar bij betrokken bent, dat het uiteindelijk zo uit de grond staat, dat is een mooi gezicht. Wat het voor Heilig aantrekkelijk maakt is dat het een project in grote omvang is. Veel technische uitdagingen erin zitten. Het is hartstikke afwisselend. Er is geen één klus hetzelfde, dus we hebben heel veel uitdagingen elke keer. Met het aanbrengen van twee transportbanden van enkele honderden meters lang is de installatie bijna klaar voor gebruik. Met de levering van deze innovatieve installatie wordt het zandwinningsproces geoptimaliseerd en staat het garant voor een vlekkeloze, vol continu inzet. Dit zijn duurzame installaties. Deze put zal 20 jaar lang ontgonnen gaan worden. En deze installatie zal ook zeker zo'n periode in bedrijf zijn. In twee ploegendienst zelfs vol continu in productie zijn. Wanneer over 20 jaar de zandwinning stopt, wordt de hele installatie weer afgebroken en worden de plassen die zijn ontstaan ingericht als natuur- en recreatiegebied. Zo levert dit project ook op lokaal niveau een positieve bijdrage. Het project Geertjes Golf schaart zich in een rij wereldwijde succesprojecten van Heilig. Een bedrijf waar we in Nederland trots op mogen zijn.